Welkom dames en heren bij de januari aflevering van Podcast Nation en daarmee ook de eerste aflevering van de podcast van GamingNation.nl. Mijn naam is Nick Vink en samen met mij is redacteur Lorenzo van D. Hallo. En wij gaan het over een aantal onderwerpen hebben die zeker de afgelopen maand onze interesse gewekt hebben. Het is natuurlijk de eerste maand van 2017 en daarmee hebben we nog een bijna een heel jaar voor ons om uit te kijken naar bepaalde games. Dus we dachten laten we eens beginnen door te praten over onze meest geanticipeerde game van 2017. Dus waar kijken wij tweeën ieder het meeste naar uit van dit jaar? Ja, Nick, waar kijk jij naar uit dit jaar? Oeh, we beginnen gelijk met mij. De release die ik, waar ik het meest naar uitkijk, die is binnenkort al over een paar weken. Dat is namelijk Horizon Zero Dawn. En dat is misschien een beetje chauvinistisch van mijn kant, omdat het natuurlijk gemaakt wordt door onze Amsterdamse jongens Guerrilla Games. Gewoon omdat het is voor het eerst dat Guerrilla echt helemaal open wereld gaat. Het is ook zo dat zij al vanaf het begin ook echt grafische meesters geweest zijn, die de beste graphics uit de PlayStation hebben kunnen trekken. En als ik een derde puntje zou noemen, is het vooral de gemachineerde machineversies van de dieren die daar rondlopen. Ik vind het design om een of andere reden zo ontzettend gaaf. Ja, een soort van mechanische Jurassic Park. Ja, dat is trouwens best wel een goede vergelijking inderdaad. een dierentuin maar dan met robots. Je ziet giraffen, je ziet hertachtige dieren, een soort andere dinosaurusachtige wezens. Dus, want het gaat erover dat de mensheid collapsed is, toch? En dat de machines de wereld overgenomen hebben en een beetje de mensheid terug de oertijd ingestoten hebben. Ja, ik moet je wel eerlijk bekennen, sinds dat ik er heel... Kijk, op de E3 heb ik heel veel van gezien. En toen werd ik heel enthousiast. En toen ben ik expres zo min mogelijk van gaan kijken eigenlijk. Om mijn blik fris te houden, maar zo te zeggen. Maar het is een soort, ja, een soort caveman thema hebben ze me dan toch nog met een hele futuristische techniek er doorheen gemengd. Ja, want ik zag wel kapotte flatgebouwen in de demo. Uh-huh. Daar zag ik ook nog kapotte flatgebouwen. Dus het leek een beetje een soort van apocalyptische The Machines taken over. Skynet van Terminator is toch reëel geworden. Ja, dat zal het wel zijn, denk ik inderdaad. Dat het misschien zo lang geleden is dat de mensheid zich ook niet meer herinnert hoe het hiervoor was. Dat ze zich afvragen van ja, hoe de fuck... Waarom staat die van enorme gebouwen hier, weet je wel? Nou, het concept heb je natuurlijk al met Terminator. Ik bedoel Skynet. Als de machines overnemen, dan gaat de mensheid terug de oertijd in. Ik vind het concept heel vet. Maar ik ben wel heel erg sceptisch. En waarom? Omdat van wat ik gewend ben van Guerrilla Games is nu, en dat is niet, ik wil ze geen disrespect opdoen, want het is toch een Nederlandse studio en het is onze Nederlandse trots wat betreft de gamingindustrie. Maar de producten die hun, de afgelopen 2 à 3 producten die hun als laatste op de markt hebben gebracht, kwamen toch echt meer over als een tech demo voor de nieuwe consoles. Ja, dan moet ik het wel met jou eens zijn inderdaad. Ik heb zelf alle, want het staat natuurlijk het meeste bekend van Killzone, dat weet iedereen. Ik heb ze ook allemaal gespeeld en ik moet eerlijk zeggen, en ik hoop niet dat mensen boos op mij worden, is dat eigenlijk 3, naar mijn mening, de enige echte goede game is. Onlangs heb ik Shadowfall nog een keer gespeeld, deze keer ook uitgespeeld. En dan kun je toch wel merken dat ze ontzaggelijk goed zijn in het maken van graphics. Dus qua uiterlijk zijn ze goed, maar qua innerlijk, dus diepe gameplay, een interessante mechanics, daar komen ze toch altijd een beetje wat dingen tekort. En ik hoop in ieder geval heel erg dat Horizon mij ervan gaat overtuigen. In ieder geval dat ze toch anders kunnen. Ja, en ik hoop niet dat ze het open world concept van Ubisoft gaan overnemen. Radio towers en fluff content. Precies, zeg maar. Dan laten we dat er buiten houden. Ja, op de schaal van Batman Arkham City. Een relatief kleine sandbox met heel veel spullen. Tegenover Just Cause 2. Een enorme sandbox met eigenlijk heel weinig. Hoop ik dat ze dicht naar Arkham City gaan. Nee, gaaf. Gaaf, gaaf. Ja, dat is een goeie. Ja, vooral omdat hij ook dicht voor de deur staat. Ja, precies. En volgens mij, als ik me niet vergis, eind februari, begin maart. Dus als wij de maartpodcast opnemen, kan ik hopelijk met heel veel plezier over de game spreken. Ga je hem ook reviewen? Ik hoop het. We gaan zien of Sony vrijgevig is met een recensie-exemplaar. En dan ik heb hem in ieder geval aangemeld als recensent, dus we gaan het zien. Maar ik ga hem in ieder geval spelen, of ik er nou een review-exemplaar binnen ga krijgen of niet. Super gaaf. Yes, nou dan draait het even om naar jou. Lorenzo, waar kijk jij nou het meeste uit voor 2017? We hebben natuurlijk, ik heb het er al eigenlijk al een beetje laten merken. En dat is toch de nieuwe Battlefront. Ah. Maar, we hebben meer nieuws gekregen over de release van Battlefront 2.
Oké, en dat is? Dat die daadwerkelijk uit zal komen in het najaar van 2017. Aha. Maar dat het niet de enige Star Wars game is die EA op de planning heeft voor dit jaar. En dat vond ik wel heel gaaf. En daarom, ik noem nu Battlefront, maar mijn mening kan nog heel erg veranderen. Want dit bron is iemand, als ik me niet vergis, iemand een hoge pief binnen EA. Die heeft ook verteld dat ze de Star Wars franchise, ja, daar gaan ze echt op bouwen nu. Ze hebben al gezegd dat er bij Battlefront 2 veel grotere opere werelden komen. Ja. Dus meer voertuigen, meer in-depth gameplay, minder arcade. Waar ze eigenlijk in Battlefront 1 een beetje op doelden, was toch een beetje die arcade-achtige Battlefield-stijl, zeg maar. Maar daarnaast heeft hij ook nog verteld dat ze bezig zijn met een third-person action-adventure game van Star Wars. En daar ben ik toch... Degene die eraan werken, dat is BioWare. En samen met DICE. Ja, yeah, yeah, dus waarschijnlijk Frostbite en... Ja, het wordt gemaakt op het Frostbite-system, ja, op het Frostbite Engine, ja. Waarschijnlijk nu alle twee aan denken is, hoe heet het, de titel ontsnapt nou even helemaal, Knights of the Old Republic 3. Ja, nou ja, ik hoop het, maar als ze de 1313 game zouden reviven, of de dode Darth Maul game, uh-huh, dan zou ik ook heel erg blij zijn. Dus daarom zeg ik, hou het nu bij Battlefront 2, maar... Yeah. We gaan het zien tijdens de E3. Ik denk dat we daar meer informatie zullen krijgen over wat EA voor ons heeft dit jaar. En ik denk dat daar mijn mening beïnvloed kan worden. Want wat ik nu vooral aan moet denken is, Battlefront 1 had natuurlijk geen singleplayer, als in een campaign met een story mode, zeg maar. En dan ga je natuurlijk denken aan de relatie tussen Titanfall 1 en 2, waarbij 2 ineens wel een singleplayer had en nadat ik gehoord heb ook een hele degelijke zelfs. Hoop jij dan hetzelfde voor Battlefront 2 te zien of gaat het je echt puur om die multiplayer? Nou, ik vind de multiplayer vind ik super vet. En laten we zeggen, kijk, Battlefront 1 is gewoon verkeerd opgepakt. En dat is gewoon op het feit dat mensen het oppakten als een competitive game. En dat was het niet. Het was een game voor Star Wars fans die de battles in de Star Wars universe wouden herleven uit een eerste persoon. En dat doel heeft het bereikt. Er had een singleplayer campaign bij mogen zitten. Maar het heeft me niet gestoord ofzo. Waar het zodanig bij andere mensen wel stoorde. Is het dan een element waar je ook naar uitkijkt, zeg maar, voor het tweede deel? Of zeg je nou, het is mij en het even of er nou een singleplayer in zit? Ja, ja. Ik ben. Ik kijk natuurlijk wel uit. Stel ze zouden een campaign erop announcen, dan kijk ik er heel erg naar uit. Ik ben benieuwd hoe creatief ze kunnen worden met de campaigns. Omdat uiteindelijk is het toch een soort van reenactment. Je herleeft de battles. En ik weet eigenlijk niet of het zo interessant zou zijn om daar een campaign van te hebben. Omdat eigenlijk je dan de film speelt. Ja, dat wou ik net zeggen. Ze kunnen natuurlijk vrij makkelijk à la Rogue One een prequel of een zijverhaal maken die heel diep in die oorlog zit. Alleen of het nou van de oude trilogie is of de nieuwe trilogie met de First Order. Waar natuurlijk ook een heleboel, misschien het opzetten van de First Order, wat in de Force Awakens helemaal niet genoemd werd. Ja. Dat zou wel heel interessant zijn natuurlijk. Zeg maar, de geboorte van de First Order is wel in de novels bekendgemaakt. Maar inderdaad, het zou heel vet zijn om dat te kunnen zien. Of in ieder geval een soort van Finn. Maar dan zeg maar vanuit de First Order. En dat je eigenlijk een soort van van binnenuit zeg maar een eigen mening begint te krijgen. Een eigen brein begint te krijgen. En begint te zien dat het eigenlijk helemaal niet zo geweldig is. Dat al die jaren zeg maar jou opgedragen is. Nogmaals, ik denk dat je dan heel veel van hetzelfde krijgt. En dan krijg je, kijk, wij gamers zijn, ja, we zijn gewoon verwend. We zijn gewoon hartstikke ontzettend verwend. En ik denk dat het toch alsnog dan nog verkeerd ontvangen zou worden, puur omdat de naam EA erop staat. Wat natuurlijk een beetje, ja, een vies woord in de mond van de gemiddelde gamer vandaag de dag is. En dat vind ik jammer, want uiteindelijk is EA de publisher, ja, oké, dat is waar. Maar ja, DICE is een ontzettend goede studio. En je ziet gewoon dat bijvoorbeeld aan de Battlefield-series, in het begin zijn ze allemaal een beetje leeg. Een beetje, ja, bland. Maar zodra je eigenlijk alle DLC's erbij hebt,
dan is het een ontzettend goede game. Een ontzettend goede, ja, volle game. Ik denk dat je nou een hele controversiële opmerking maakt. Want dat is juist een van de punten waarbij Battlefront 1 zo ontzettend afgezeken werd. Omdat de DLC-praktijken gewoon belachelijk waren. Ja, dat was het ook zo. Ja, en dat ligt aan EA om die keuzes te maken. Ik ben er vrijwel van overtuigd dat DICE niet de keuze heeft gemaakt van... joh, we doen het halve spel en dan kan je een DLC voor bijna dezelfde prijs als de base game kopen. Maar desalniettemin zijn de DLC's die uitgekomen zijn voor Battlefront 1 zijn ontzettend goed. Ik heb er echt super veel lol mee. Goed, nou ja, inderdaad over de DLC-praktijken van die ene game kunnen we waarschijnlijk een hele aparte podcast aan gaan wijden. Denk ik niet zo slim om te doen, want we hebben maar zoveel tijd om... onze onderwerpen aan te snijden. Dus inderdaad, duidelijk. Horizon Zero Dawn en Battlefront, Star Wars Battlefront 2, die ook steeds meer vorm begint te krijgen. Dat zijn onze meest geanticipeerde games van 2017. Dus veel om naar uit te kijken. Dan wil ik het onderwerp eigenlijk verschuiven van games die waarschijnlijk wel uit gaan komen naar een game die waarschijnlijk niet uit gaat komen. En dat is Scalebound. Dat is waarschijnlijk een van de grootste nieuwtjes van dit jaar. Misschien wel het eerste grote slechte nieuws van 2017. Even een klein beetje backstory voor de twee gamers in de wereld die dit verhaal niet kennen. Scalebound was een game ontwikkeld door Platinum Games. En Platinum Games heeft gewerkt met, als ik me niet vergis, Bayonetta hebben ze gemaakt. Vanquish is een game van hen. Heel veel makers van Devil May Cry zitten daar of hebben er zelfs al een hele tijd aan gewerkt. En die zijn al 4 jaar bezig geweest in samenwerking met Microsoft aan een game genaamd Scalebound. Een game die hack-and-slash elementen bevat, ook met, waarbij je ook met draken werkt. Je vecht tegen draken, je vecht samen met draken. Het zag wel interessant uit. Ik weet dat er in ieder geval een heleboel fans zijn die er naar uit zaten te kijken. En deze maand is die game plotseling geannuleerd. En de omstandigheden waarbij dat gebeurd is, zijn heel vaag. Zelfs nu nog vragen heel veel mensen zich af wat er aan de hand is. Maar na ongeveer 4 jaar ontwikkeling is het feit gewoon dat die game niet meer uit gaat komen. En een theorie die ik heb, en waar ik heel erg op lette in het begin, was... wie heeft nou het IP? Heeft Microsoft het IP? Of behoudt Platinum Games het IP? En na een paar dagen werd duidelijk dat Platinum Games uiteindelijk het IP zou houden. Denk jij, Lorenzo, want ik betrek jou er even bij dit verhaal, is dat er een kans is dat Platinum zegt... hey, andere uitgevers, we hebben hier een game die 90% af is... wie wilt ons nog die laatste budgetten geven om dat af te maken? Denk je dat die kans groot is dat ze gewoon naar een andere uitgever gaan staan? Ze zijn, zoals je zelf al eerder zei, Platinum Games is nooit echt trouw geweest aan één platform. Dus ik denk dat die kans er wel in gaat zitten dat het weer op de markt brengen van wie heeft er interesse. En we hebben het er eerder over gehad, een beetje stiekem, welke uitgever nou interessant hier voor ze zijn. Welke uitgevers zie je nou passen bij een project als Scalebound? Gewoon eventjes vanuit jouw perspectief. Ik moet heel eerlijk zijn, ik wist niks van Scalebound tot op het moment dat het inderdaad in het nieuws naar boven kwam dat het gecanceld was. En dat daar een enorme controversie over ontstaan is betreft het cancelen van de game. Zoals je zelf zei, ik ben waarschijnlijk een van die twee gamers die daaronder vallen. Maar dat verschillende developers nu goed kunnen zien wat voor potentie die game heeft om in de verkoop, gewoon voor financiën, voor financiële structuur, hoeveel animo ervoor is voor die game. En ik denk dat dat nu eigenlijk, dat Microsoft eigenlijk door die zet te maken, eigenlijk een beetje ja, een soort van voorproefje heeft vrijgegeven voor andere uitgevers. Je kunt inderdaad niet ontkennen dat dit nieuws de publiciteit voor Scalebound enorm verhoogd heeft. Stel ze zeggen, hey Sega, we hebben hier die game en we kunnen het multiplatform waarschijnlijk relatief snel maken. Dan zie ik het ook wel voor me dat we over een half jaar horen, hey jongens, Scalebound komt alsnog uit, maar dan voor alle platformen. Ja, of weet je, en ik weet dat we daar straks nog, dat is een punt waar we straks nog op terug gaan komen. Hè? Maar waarom pakt Nintendo hem niet op? Waarom gaan ze nu niet als een of andere, als launch, ik doe even tussen quotations, launch title. Ik bedoel, dat zou zo'n grote selling point zijn voor de Switch. Ik denk dat als Nintendo, iemand van Nintendo dit toevallig hoort, ze een heel goed idee te pakken hebben zojuist. Nu is het, waarschijnlijk kijken wij er veel te makkelijk naar, want de game is totaal niet ontwikkeld voor de Switch. En
Er zijn waarschijnlijk een hele clusterfuck aan rechten en zo aan. Ja, maar Bayonetta was natuurlijk ook gewoon op de Wii speelbaar, toch? Dat, ja. Ja, dat is waar. Nou, je dat zegt. Het idee begint steeds interessanter te worden, denk ik zo. En dat Bayonetta 2 was volgens mij Wii U exclusief, ja. Zelfs als ik me niet vergis. Oké, nou je hoort Nintendo. Als jullie het doen, het idee heb je van Lorenzo nu. Ja, maar het zou echt een ontzettend goede selling point zijn voor de Switch. En vooral gezien, kijk, ik snap de hype niet van het spel, maar dat komt omdat ik zelf niet mezelf aangetrokken voel tot dat soort games. Dat had ik ook al met Bayonetta. Ik ben gewoon niet van die Asian hack and slash games. Dat vind ik niks. Ik vind Devil May Cry vet, maar daar blijft het bij. Maar gezien zeg maar de hype die ontstaan is voor het spel, denk ik dat het een hele goede zet zou zijn voor Nintendo om het op te pakken en te zeggen van, nou ja, doe het voor de Switch. En ik denk dat de Switch daar een zeer groot profijt van zou krijgen. Maar zoals je vroeg, zeg maar, ik denk wel dat er verschillende bedrijven al in ieder geval een oogje open gedaan hebben op Scalebound. Het zou een van de grootste headlines van het jaar zijn als blijkt dat Microsoft Scalebound heeft laten gaan en dat het van de Xbox One naar de Switch gaat. Ik bedoel, dat is van Nintendo toch één grote middelvinger naar een grote concurrent van hen. Dat zou echt geweldig zijn. Ja, en ze pakken een current gen title. Weet je, ze pakken een titel die gewoon die eigenlijk net uitkomt. Ja, en dat heb ik bij de Nintendo games eigenlijk zelden. Ja, de nieuwe Zelda. Maar ja, hoe vaak is die Zelda nou ook al? Ik bedoel, dat concept, en ik weet dat heel veel mensen me hiervoor gaan ophangen, maar ja, ik vind de Zelda vandaag de dag gewoon een beetje saai. Nou weet je, nu we toch bezig zijn, want dat was toch het derde en waarschijnlijk wel het belangrijkste onderwerp waar we toch over gingen hebben, we trekken het er maar even bij. We willen het over de Nintendo Switch hebben, zoals je al zei, en dat is ongetwijfeld het grootste nieuws van deze maand geweest, dat op de 12e, als ik me niet vergis, is er een persconferentie geweest en hebben eigenlijk heel veel informatie gekregen. Ik heb een lijstje voor me met informatie die we gekregen hebben. Ik zal die even voorlezen ter backstory. De release datum 3 maart, Nintendo Switch. Prijs van €329 plus minus in Nederland. Launch games, zeker met de aankondiging waren er 5 launch games bekend. Nu zo aan het einde van de maand zit er 10. En ik zal ze even opnoemen. Uiteraard The Legend of Zelda Breath of the Wild, de grote system seller. Zoals iedereen waarschijnlijk wel kan verwachten. Andere games zijn 1-2 Switch, I Am Setsuna, Super Bomberman R, The Binding of Isaac Rebirth Plus, Just Dance 2017, Skylanders Imaginators, Human Resource Machine, Little Inferno en World of Goo. Ja, ik vind die interessant. Ja, het is heel, heel bot en heel kort. Maar ik vind het niet, het maakt mij niet warm. Want ik heb ook even gekeken, volgens mij is minimaal de helft zijn ports of games die ook gemakkelijk ergens anders te spelen zijn. Kijk, ik heb een persoonlijk probleem met de Switch. En dat is? Het is even duur als een PlayStation 4. Maar het brengt half de kwaliteit. En hoe bedoel je dat? Als in, je hebt het nu over de hardware, denk ik? Nou ja, de hardware onder andere. Ik bedoel, er is een reden dat ze, volgens mij was het die Skyrim game die uitkomt, voor die ook helemaal, waar iedereen hyped voor was van, het komt eindelijk naar de Nintendo, Skyrim gaat current gen titles gebruiken. Dat het helemaal niet de remake is, maar dat het de 2011 versie is, die uitgebracht op de Switch. Ja, ik moest stiekem van binnen net wel grinniken. Van, ja, maar dan kan je toch niet zo'n prijs neerzetten? Ik bedoel, dan heb je systemen als PlayStation die eigenlijk dan misschien nog wel innovatiever overkomen dan waar Nintendo nu mee bezig is. Want het enige waar ik bij Nintendo innovatie ziet, is op hun eigen, ja, op hun eigen IP's. En dat is Zelda Mario. En daar eindigt het. En volgens mij is Mario ook al 10.000 keer gerehashed. Ik heb zelf ook niet het gevoel dat, want jij hebt het inderdaad over innovatie. Innoveren in hardware, daar is Nintendo goed in, vind ik. Daar kunnen zij nieuwe dingen mee doen. Alleen ze hebben, wat ik ervan gezien heb, niet geleerd van de Wii U, dat je gewoon veel games moet hebben. Ik bedoel, de Wii U is gewoon doodgebloed, omdat er te weinig op uitkwam. Het is een party system. Ja, goed. Dat is een smaakding, vind ik. Ik vind zelf dat de Nintendo als enige van de consolemakers echt nog speelgames als core business heeft. In plaats van speelgames. Maar kijk ook tv en kijk ook films en doe ook internet en doe ook dit. Goed, dat is een hele andere discussie weer. Maar ze hebben denk ik niet geleerd van, je kunt de beste console ooit hebben, maar daar moeten games op zitten. En nu, ja, die launch line-up is
teleurstellend, daar ben ik wel met je eens, ja. Ik denk dat Nintendo niet leert van hun fouten. Want hoe je het kan zien, eigenlijk als je bijvoorbeeld de grote namen bij elkaar ziet. Je hebt Nintendo, je hebt Microsoft en je hebt Sony staan. Oké, nou ja, Sony en Microsoft, die zijn lekker aan het wachten, weet je wel. Totdat Nintendo weer als eerste naar voren stapt. Die zegt van, hey, kijk eens, wij hebben ook iets nieuws. En dat is super innovatief en het ziet er allemaal vette fancy uit. Op dat moment zie je eigenlijk bij Microsoft en Sony, die kijken af en die zeggen van, nou, wij kunnen dat veel beter. Ja. En die komen een jaartje daarna met hetzelfde concept, maar 10.000 keer beter uitgewerkt. En wat er dan weer gebeurt, de Nintendo systeem, dat zakt weer af. En dat blijft hangen bij de diehard fans, maar niet bij het commerciële publiek. Ja, dit vind ik nog steeds, ik denk dat je gelijk hebt, want uiteraard gaan de twee concurrenten, die gaan een paar jaar sleutelen aan het ding, die kopen zo'n ding, die maken hem open, die kijken hoe die hardware in elkaar zit. Maar Nintendo die kan dat allemaal gewoon voorblijven als ze gewoon goede games maken. Dus de core business, een goede game, dat wordt gewoon vergeten hier. Ja, kijk, we kunnen natuurlijk niet spreken over hoe die launch line-up is. Want ik heb The Legend of Zelda Breath of the Wild gespeeld en ik was onder de indruk, ook al heb ik nooit een Zelda game gespeeld. Maar je moet gewoon een vaste output hebben van degelijke games. Dat is gewoon de enige reden waarom mensen zo'n ding halen. Ja, maar developers die willen niet meer investeren in Nintendo. Omdat ze, ze willen een cross-platform maken, ja? Dus ze maken een versie voor de Sony en voor de PlayStation en de Xbox. En dan moeten ze een graphics downgrade, wat basically gewoon een hele rehaul van die game maken. Puur voor de Nintendo. Omdat de hardware gewoon niet erbij opstaat. Dus ik snap wel dat zolang Nintendo achterblijft met hardware, denk ik dat er helemaal niet meer zoveel developers, behalve hun eigen kringetje, geïnteresseerd zijn om ik te investeren. Ik denk dat je daar een goed punt hebt inderdaad. Dat het voor... Kijk, Nintendo is natuurlijk altijd moeilijk geweest met third-party bedrijven. Maar wat jij zegt, het eigen kringetje, we weten dat ze goede games kunnen maken en goede system sellers kunnen maken. Dus waarom focussen ze zich daar niet op? Er zijn heel veel ports die ze nu ook aan het doen zijn. Nou goed, daar kun je een heleboel ook van maken. Nou, ik denk dat kringetje, dat maakt hele goede games. Dat is wat je zegt, daar wil ik even wat op inbrengen. Ik ben het tot op een zeker moment, zeker niveau ben ik het met je eens. Ik denk dat ze goede games maakten. Oh, oké. Okay. En te, maakte. En wat ik daarmee bedoel is dat eigenlijk ze teren op nostalgie. En dat doet Nintendo nu heel erg met Mario, met Zelda, Star Fox. Ze teren op de nostalgie en ze herhalen. Ik bedoel, hoeveel Mario Kart hebben we nou? Hoeveel Super Smash Bros. Brawl hebben we nou? Hoeveel Zelda's hebben we nou? Ga zo maar door. Maar ze doen vrijwel bijna allemaal hetzelfde. Ik ben het ook niet helemaal hiermee eens, want... Kijk, dit punt wordt al decennia naar Nintendo toegeworpen. En dat heeft hen ook niet tegengehouden om bijvoorbeeld in de Wii U-tijdperk de grootste console te zijn. Dus ja, de games moeten het gewoon doen, denk ik. Maar we hebben al heel veel kritiek inderdaad op deze twee punten. Maar ik heb eigenlijk de twee punten nog niet genoemd die mij persoonlijk in ieder geval nog het meest stangen. En dat is de prijs van de controllers. Dat zijn de Joy Motion controllers, als ik mij niet vergis. Gaat tussen de 70 en de 80 euro liggen. Vind ik persoonlijk een beetje stijl. Maar hetgene wat eigenlijk nog het meest een doorn in mijn oog is dat Nintendo gaat meedoen met een online betaalde dienst. Nou, dat is niet zo verbazend. Ze moeten ook mee met de tijden. Zoals Microsoft en Sony het ook al jaren hebben. Maar wat ze gaan doen is dat als jij de online betaalde dienst, dus een maandelijks abonnement gaat afsluiten, waar je dus maandelijks geld voor betaalt, krijg je één gratis game per maand. Dus dat zal, en Nintendo die zit natuurlijk bovenop een goudmijn van oude klassiekers die ze makkelijk kunnen emulaten voor de Switch. Nadelig is, het is één game. Wat het meestal twee of drie zijn bij de concurrenten. En de game kun je een maand spelen. En na die maand, ook al blijf jij doorbetalen, wordt die game gedelete van jouw hard drive. Nah, echt? Dat is, ja. Dus dat betekent dat jij ook als je doorbetaalt, die ene game gaat weg en dan wordt vervangen door een andere. En dat is zo dom, naar mijn mening. Dat slaat helemaal nergens op. Ik bedoel, ze doen mee en ze willen concurreren en dan doen ze zoiets onbenulligs, iets wat een 7-jarige je kan uitleggen dat niet slim is. Ja, nee, dat is inderdaad zo. Het is heel raar, een hele rare zet. En vooral omdat, hoeveel gaan de maandelijkse kosten bedragen? Weet ik niet eerlijk gezegd, nee, dat zou ik op moeten zoeken. Het zou wel 13 euro voor, of 20 euro voor 3 maanden zijn, net zoals bij Xbox Live en PlayStation Plus.
Ik hoop het niet, want dat zou die ene game niet justifieren. Maar dat snap ik echt niet. Maar ja, ik denk sowieso niet dat ik vind, als ik Nintendo hoor, dan denk ik een couch co-op. En dan denk ik niet aan online gaming. Niet op het niveau als dat ik daarover denk bij PlayStation en de Xbox. Dus ik denk niet dat ik bereid zou zijn om een maandelijks abonnement af te sluiten op die service. Omdat ik weet dat veel games uit de eigen support van Nintendo eigenlijk allemaal local zijn. Ja, ook dat. En kijk, ik moet even denken aan, want er is een Splatoon 2 aangekondigd, maar dat wordt geen launchtitel en het is volgens mij ook nog niet bekend wanneer die komt. Maar buiten dat, waarom zou je inderdaad een online service? Nu zullen ze vast wel een store op gaan zetten en dergelijke die ze ook al hebben gehad voor de vorige consoles. Ja, Super Smash en Mario Party, dat soort games. Maar waarom zou je dat online spelen? Tenminste, Super Smash zou ik nog wel kunnen verplaatsen, maar Mario Party of zo. Ik bedoel, dat doe je toch juist, dat spel, dat koop je toch om juist met z'n allen. Het is eigenlijk een gedigitaliseerd bordspel. Ja, je hebt wel gelijk inderdaad dat Nintendo is ook wel een van de weinige bedrijven die echt nog op die couch co-focust. Ja. Dat is ook steeds minder aan het worden. Maar ja, goed, buiten het idee om waar die online over is, want er is vast een markt voor. Het is zo'n slechte manier om te concurreren. En zeker nu Nintendo op het randje van de dood is overdreven, maar het gaat wel steeds minder. De Wii U kun je ook wel een flop noemen op dit moment. Even terug te komen ook op de prijs en dan ook die online service. Kijk, ik denk dat Nintendo zou falen op crossplay games. En dat is puur om het om even te kijken van, ja, de controllers werken heel anders. Vrijwel ongemakkelijk vergeleken met de controllers van de PlayStation en de Xbox. Is naar mijn mening zo. Daarnaast, waarom zou je een spel op de Wii kopen, op de Switch, als hetzelfde spel met dezelfde functionaliteit op de PlayStation er 10 keer beter uitziet? Waarom zou je dan op de Switch kopen, exact hetzelfde spel, maar met ontzettend lelijke graphics? Ik vind het interessant dat je hierover begint, want deze maand toen het hele Switch-informatie naar buiten kwam, onze hoofdredacteur Joey Hasselbach is zonder twijfel de grootste Nintendo-fan van de redactie, kijkt ook heel erg uit naar Breath of the Wild. Maar die heeft ook gezegd, ja, weet je, wat denk ik heel veel mensen gezegd hebben, ik kijk het nog even aan met die Switch. Ik wacht nog even naar de E3. En op 3 maart ga ik gewoon lekker Breath of the Wild voor de Wii U kopen. En dan is iedereen wel weer tevreden de komende tijd. Ja. Hun system seller is niet exclusief voor het system. En dat is ook onhandig. En kijk, dat is natuurlijk ook deels omdat Breath of the Wild waarschijnlijk eerder in productie was dan de hele NX werd opgestart. Want toen de tijd was natuurlijk nog een Nintendo NX. Maar het is wel weer zoiets van, Nintendo, dit had je ook wel weer punten kunnen opleveren als je gewoon het exclusief had gemaakt. Er waren natuurlijk wel heel veel mensen boos geworden. Maar ja, goed, ze worden ook niet vrolijk van die online service die je nou aanbiedt. Dus ga daarvoor het reden wat geld oplevert. Ja, ze hebben inderdaad geluisterd naar de fans. Denk ik in dit geval van, we willen ook de mensen die niet direct het nieuwe systeem kunnen veroorloven, gelijk, zeg maar, die game kunnen geven, zeg maar. En daar geef ik Nintendo kudos voor. Maar is het zakelijk gezien slim? Absoluut niet. Ik bedoel, eigenlijk, waarom is Killzone Shadowfall toen de tijd uitgekomen? Puur op de PlayStation 4. Dat is omdat dat een system seller zou moeten zijn. Wat ze daar deden, was eigenlijk, je kon games die voorheen uitgekomen waren op de PlayStation 3 overconverten voor een klein bedrag naar de PlayStation 4. Maar ik heb het idee dat Nintendo juist precies het tegenovergestelde doet. Hoe bedoel je precies? Ja, bij de launch van de PlayStation kregen mensen de optie om hun PlayStation 3 games, selectief groepje aan PlayStation 3 games, up te graden naar PlayStation 4 versie. Maar Nintendo, die pakt een gebouwde Switch game en die brengen ze dan crossplay ook compatible met de Wii U. Dus ja, maar het is andersom. Kijk, een system seller, net zoals, en dat is even terug te komen op Shadowfall, het moet er slick uitzien. En als je de gameplay dan mee hebt, helemaal gaaf. Maar het moet er slick uitzien, want het moet testen wat de hardware van het systeem aan kan. Maar ik denk niet dat dat helemaal tot z'n recht komt nu, omdat ze ook rekening moesten houden met de Wii U.
Ja, daar heb je inderdaad ook weer een goed punt. Je zit vol met goede punten vanavond, Lorenzo. Nintendo die zal het idee misschien van Dragon's Scalebound nog even opgeschreven hebben. Nu zullen ze misschien wat minder blij met je zijn na deze woorden. Maar ja, het is. Kijk, het viel me sowieso ook op de Switch ook snel weer uitkwam. Eigenlijk relatief gezien, aangezien de console cycle toch al 7, 8 jaar is in deze tijd. En volgens mij de Wii U was van 2012 uitgekomen. Dus ja, je kunt in alles merken dat Nintendo gewoon denkt: dit is hem, het is do or die, het is alles of niets. Maar je merkt in alles behalve de beslissingen die ze maken. De beslissingen die ze maken zijn gewoon niet verstandig. En ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik denk dat de Switch weer geen groot succes voor de uitgever gaat worden. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn, oké? PlayStation 4. De PlayStation 5 had al uit kunnen zijn. Maar ze hebben ervoor gekozen, en dat hebben ze er bewust voor gekozen, om een remake te maken van de PlayStation 4. Normalitair zouden ze er een Switch of een Slim van maken. Die hebben ze dan ook wel uitgebracht, maar het is praktisch hetzelfde. Ze hebben de Pro-versie uitgebracht. Wat je eigenlijk kan zien als. Het is een PlayStation 5. Het had gewoon een PlayStation 5 kunnen heten. Het heeft geüpgrade dingen, maar het gebruikt hetzelfde operating system. Nu komt de Switch uit. En ik durf daar bijna mijn hand voor in het vuur te steken. Dat we één aankomende jaren. Misschien wel een announcement kunnen verwachten van de nieuwe plannen die Sony en Xbox hebben betreft hun gaming consoles. Want kom je weer op het punt terecht van. Ze komen als eerste met een innovatief idee. En dat is een perfect prototype. En ze bedoel je dan nu Xbox en PlayStation mee of Nintendo? Ja, nou ja, Xbox en PlayStation die nu gewoon eigenlijk dit systeem als prototype kunnen gebruiken. Ik bedoel, ze wachten af. Gaat het goed aanslaan? Werkt het fijn? Zijn er veel mensen die het kopen? Oké, dan doen wij het gewoon 10 keer beter, want wij hebben toch meer de capaciteit. We hebben toch meer geld. Ja. We kunnen meer productie maken, we kunnen het beter maken. Ja. En dat is het. Ja, ze hebben gewoon een groter. Vandaag de dag hebben ze een groter beeld. En ik denk, ik zie Nintendo een beetje in hetzelfde pad opgaan als wat Nintendo toen de tijd bij Sega gedaan heeft. Ja, maar dan is Nintendo, Sega in deze vergelijking dat ze de hardwaremarkt gewoon gaan verlaten en Ja. op de software en de mobile games gaan richten, wat ze natuurlijk nu ook steeds meer aan het doen zijn. Ja, maar het is wat je zegt, weet je. De Nintendo is gebouwd als, ja, als echt. Het is een van de weinige consoles die nog echt gebouwd is voor gaming. Maar dat is niet wat de persoon vandaag nog wilt. Of in ieder geval niet vanuit de verkoopcijfers blijkt inderdaad. Nee, want wat is handiger? Wat is aantrekkelijker van, nou ja, ik heb een gaming console en ik kan ermee gamen. Of ik heb een gaming console en het is een Blu-ray speler. En het is een media center. En ik kan de YouTube kijken. En ik kan er op Netflixen. Voor hetzelfde geld. Dan is mijn keuze snel gemaakt. Na de situatie die we zojuist voor Nintendo beschreven, hoe ze zichzelf eigenlijk al aan het limiteren zijn, vinden wij, komen er ook nog eens even twee enorme concurrenten bij kijken. Dus het ziet er duister uit. En ik ben heel benieuwd naar de eerste verkoopcijfers van het Ja. systeem straks begin maart. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat doen. Kijk, het zou natuurlijk ook best kunnen zijn dat wij gewoon totaal ongelijk gaan hebben. En dat de fanboy-kracht, of in ieder geval. Fanboy is misschien wat negatieve term tegenwoordig, maar de kracht van de Nintendo-fans zo groot is dat het toch alweer het bedrijf uit de slop trekt. En ik hoop dat het zo is, want het enige wat wij natuurlijk willen zijn gewoon vette games. Ja, precies. Ja, kijk, ik heb zelf, weet je, ik gun het die mensen van harte. Weet je, ik vind het heel gaaf dat die Nintendo fans eigenlijk altijd zo gepassioneerd achter hun systeem en achter het merk staan. Het is echt, ja, een harde kern. Een best grote harde kern die om Nintendo heen draait. Dus ik gun het die mensen van harte en ik hoop ook echt dat ze echt super veel plezier hebben met het systeem. Is het voor mij wat? Ik weet het niet. Ik denk dat ik hem oversla, maar. Nou, dat vind ik een hele mooie positieve boodschap om dit onderwerp en daarmee ook deze podcast af te gaan sluiten. Inderdaad, Nintendo, EA ook erbij trouwens. We zijn alleen maar kritisch omdat we willen jullie beter doen. We hate because we love. En we gaan natuurlijk hopen dat al de negatieve en duistere voorspellingen die we doen onterecht zullen zijn. Lorenzo, heb jij nog een afsluitende comment toevallig? EA, geef me Star Wars. Uitstekende. Ja, heel, heel goed, heel goed. Nou, dan willen wij natuurlijk iedereen bedanken die geluisterd heeft naar de eerste editie van Podcast Nation, de januari 2017 editie. Willen jullie meer lezen van onze artikelen en onze reviews? Ga dan vooral naar gamingnation.nl.